Zo, dat is een Ricoh-toestel. De blauwe licht duidt aan dat uw machine aanstaat. U kunt nog altijd op het scherm gaan klikken om zeker te zijn. Is het geval niet dat uw machine aanstaat, u kan hier via de hoofdschakelaar uw machine aanzetten ofwel uitzetten als u moet vertrekken. Hè. U hebt hier drie lades. Dus de eerste lade A4 formaat. Heel belangrijk dat de hendeltjes echt tegen het papier komen, zodat formaat, de juiste formaat wordt door de machine herkend. Je moet ook de maximum hoeveelheid respecteren. Dan hebben we een tweede lade met liggend papier. En laatste lade A3 papier. Achter de voorkantklep heb je de toners. Dus we zitten nu op een zwart-witte toestel. Dus we zeggen maar één toner. Dus toner afhalen, de nieuwe uitpakken en de dop wegschroeven. Niet vergeten van de dop weg te schroeven. En dan gewoon de toner in de juiste plaats terug induwen. In de kleurentoestel heb je 4 verschillende toners. Dus ja. Wij hebben hier een feeder. Een feeder dient om te kunnen kopiëren of scannen. Dus je kunt hier een pak document opleggen. En hier moet je weer een niveau respecteren. Dus je blad hierin leggen. Altijd met excessief naar boven. Je kunt nog altijd blad per blad laten scannen. Op het glas, met geschikt naar beneden en altijd de kant van de page. Dus alle gekopieerde en geprinte documenten komen hier aan de zijkant uit. En dat wordt allemaal gesorteerd. Dus je kunt hier het document terugvinden. Dus aan de rechterkant van het toestel kun je de klepje open doen. Dat dient om je papierstoringen uit te halen. Dus papier dat blijven hangen, kun je die hier komen uithalen. Dus alles wat blauw is, kunt u eraan om je papier deftig uit te halen. Deze compartiment kan ook open. Hier kan ook papier blijven hangen. Dat wordt allemaal aangeduid door een rode licht. En hier zal de machine het wel laten zien, stap voor stap, hoe dat je papier moet weghalen. En uiteindelijk heb je ook deze klepje boven dat open kan. Dus om je papier deftig ook uit te halen. En van onder, als je papier van boven niet kunt uithalen, kun je hem ook van onder uithalen.